Zo kan het gewoon doen, ja. Mijn examen economie. Hey, en ik had nogal eens geluk met de vragen. Sindsdien draag ik die sokken elke dag. Uw examen, dat was 10 weken geleden. Oh, ik heb ook al 10 weken keiveel geluk. Binnenlijke. Ja. Jij bent 18 jaar, hè? Al 18. En uw moeder moet u nog zeggen dat je geen 10 weken lang dezelfde sokken mocht dragen. Kom. En is dat toch plezant? Hoe? Ja, dan blijf ik nog wel langer. Uw klein Bilieke. Waar is die tweede sokken? Ik kan die rommel hier niet meer zien. Het wordt tijd dat jij zelfstandiger wordt. Begrepen? Ik ben eraan aan het werken, maar. Ah ja? Ja, ik heb met een paar vrienden besloten om in de stad een groot huis te huren. Ik ga op kot. Ah ja? Ja, om samen met studentenleven te vliegen, hè, maar. En om samen te studeren. Goed, Billy. Heel goed. Echt? Oh, dat vind ik nu tof aan u, hè, maar. Dat je zo rap akkoord gaat. Jij kunt uw eigen kamer nog niet eens opruimen. Wat zou jij een hele huis gaan huren? Vergeet het, ja? Hey, en daar juist zei je dat ik zelfstandiger moest worden. Maar, jij bent nog maar 18 jaar, hè, Billy? Dus straks was ik al 18! Al 18! Ja, blijf jij nog maar wat bij je maken wonen. Dan kun je nog wel langer met klein Billyke blijven. Oh. Maar, ik heb goesting om eens goed in te vliegen. Voor mij nog even. Zou je dat wel doen, Mark? Het is al uw 4e. Ja, maar. Ik ken daar, hè? Voor de chocomelk meer of minder draai ik mijn hand in. Jij weet wat ik weet. Maar pas toch maar op, mijn schattetje. Ik heb je al voor minder weten neergaan. Ja. Ah ja, maar dat was van choco van volle melk. Deze is gemaakt van half volle melk. Ah ja, dan kan ik er dubbel zoveel van doen. Moet je nu wat weten? Onze Billy wil een huis huren en hij wil op kot.